ter gelegenheid van de opname van de Jodensavanne archeologische site op de UNESCO Werelderfgoedlijst is gisteren een plaquette onthuld. De opname van Jodensavanne op de UNESCO Werelderfgoedlijst vond precies een jaar eerder plaats op 24 september 2023. Jodensavanne werd precies een jaar eerder op de UNESCO Werelderfgoedlijst geplaatst, wat echter niet het eindpunt is. Volgens Jenna Wijngaarden, voorzitter van Stichting Jodensavanne, moet nog gewerkt worden aan de aanbevelingen van de World Heritage Committee. Een van de belangrijkste uitdagingen die we zijn aangegaan, is het verkrijgen van stabiele en duurzame financiering voor het onderhoud van dit kostbare erfgoed. Voor 1 december dit jaar moeten wij namelijk een gedetailleerd verslag indienen over de voortgang van de implementatie van deze en andere aanbevelingen van de UNESCO. We hebben daarom sinds vorig jaar uitgebreid overleg gevoerd met de president om deze kwestie op te lossen. Ondanks uitgebreide correspondentie en diverse meetings heeft de overheid helaas nog geen concrete stappen gezet. Desondanks blijven we hoop koesteren en blijven we erop vertrouwen dat de president de toezeggingen zal nakomen om dit vraagstuk op te lossen. De waarnemend ambassadeur van Nederland, Michiel Bierkens, zegt dat de erkenning van Jodensavanne als een werelderfgoedsite een signaal is naar de Surinaamse samenleving en overheid dat cultureel erfgoed waardering en bescherming verdient. Toen wij op de ambassade het verzoek kregen om ook dit project te ondersteunen, hoefden we niet lang na te denken. Want het project is ook gericht op het betrekken van de Surinaamse inwoners bij het onderhouden, beschermen en promoten van Jodensavanne als UNESCO Werelderfgoedsite. Clifton Braam, onderdirecteur van het directoraat Cultuur, benadrukte het belang van deze erkenning voor Suriname. Hij merkte op dat met de toevoeging van Jodensavanne, de derde site op de Werelderfgoedlijst, het nu een plek van de wereldgemeenschap is, wat een grotere verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor het behoud ervan. Ook de onderdirecteur van toerisme, Joanne Misikaba, was aanwezig bij de onthulling.